Hallo en fijn dat u weer kijkt naar de Boerenbusiness Marktflits over de varkensmarkt. En ik heb weer goed nieuws, want de varkensprijs is weer verhoogd. De Noordwestcommissie past de Duitse varkensprijs voor week 21-22 met 3 cent aan, waardoor de notering op 1,45 euro komt. Ja, en de prijs die stijgt dus iets meer dan de voorgaande week, maar de Noordwestcommissie had misschien ruimte gehad om de prijs nog iets verder te verhogen. Dit is niet gebeurd en de notering staat nog altijd 23 cent onder het niveau van 2014, waardoor er wel iets aan te merken valt op de varkensprijs van dit moment en de verhoging die deze week is doorgevoerd. Maar de notering zit in een lift en dat is natuurlijk positief. Bovendien is het al heel wat dat de prijs 2 weken op rij weet te stijgen in dit moeilijke jaar. En het is een meevaller dat de prijs stijgt in een gebroken slachtweek. Dit geeft aan dat de vleeshandel toch aardig mee weet te komen in de oplopende prijs. En met de zomer voor de boeg en de vooruitzichten dat het varkensaanbod wellicht wat gaat afnemen, is het plafond mogelijk nog niet bereikt.